Hallo en welkom weer bij Imi's Moestuin. Oh, het is zo lekker weer en het is eigenlijk nog pas februari. Maar het is een mooi moment om de tuinbonen en de doperwten uit te gaan planten. Je weet wel, die ik heb voorgezaaid in die bakken. Nou, ik ben nu bezig met de doperwten en ik ga straks de tuinbonen doen. Nou, wat gaan we nog meer doen vandaag? Ik ga jullie wat vertellen over hoe je de grond voor moet bereiden voor je diverse groentes. En we gaan ook nog even wat zaaigoed verspenen. Ik heb er al wat gedaan in de kas, maar de sla moet nog. En de aubergines kunnen verspeend worden, dus dat ga ik ook zo doen. Nou, de doperwten. Ik heb hier een rek neergezet, want daar gaan ze tegenaan klimmen. Nou, doperwten en tuinbonen, dat is hetzelfde, die hebben niet heel veel mest nodig qua grond. Maar ze houden wel van voeding. Dus hiervoor hebben de knolselderij gestaan. En dat was een flinke bemeste grond. Maar goed, als het goed is, heeft die knolselderij veel voedingsstoffen er al uitgehaald. En ik heb de grond losgemaakt en een flinke laag compost erop gedaan. En in feite is dat voldoende. Als je wilt, kun je er ook nog wat patentkali-korrels doordoen. Dat heb ik trouwens ook gedaan, maar dat heb ik al een week geleden gedaan. Nou, en dan kun je gaan planten als je rek staat. Nou, ik heb natuurlijk alles in die bak gedaan. Als je potjes hebt, ja, dan zou je zo 2-3 erwten in een potje hebben kunnen voor kunnen zaaien. Nou, dat is mooi, want dan heb je een mooi kluitje met 3 doperwten. Nou, ik haal ze uit die bak, maar in feite heb ik hier ook een kluitje. Ik zal het je even laten zien. Kijk, dit is een kluitje en dit zijn er 3. Ik heb ze trouwens allemaal getopt, waardoor ze weer extra zijn uitgelopen. Kijk, en ze hebben mooie wortels. Nou, en dat kluitje, ik heb al die kluitjes uitgelegd. Nou, en dan ga ik per kluitje, ga ik ze in de grond stoppen. Nou, en ik stop ze tot ongeveer tot hier, net hier. Gaan ze in de grond. Dus hieronder, dat gaat in de grond. Dus waar ze uitlopen, dat komt boven de grond. Nou, ik vind het altijd een heel leuk werkje om te doen. Een beetje aanduwen en de volgende. Ja, hoe ver uit elkaar? Nou, niet zoveel. Ik denk uit elkaar, ja, wat zal het zijn? 8 centimeter per kluitje, zoiets. De grond heb ik van tevoren goed nat gemaakt. En de bak waar ze in hebben gestaan, ja, die hebben natuurlijk ook water gekregen voordat ze de grond in gaan. Nou, dan moeten ze natuurlijk ook nog een beetje water krijgen, zodat ze vast in de grond komen te zitten. En dan kunnen ze gaan klimmen tegen het rek. Nou, aan de andere kant van het vak komt nog een rek. Daar komen ook nog doperwten tegenaan, maar die ga ik weer opnieuw voorzaaien. Maar in Nederland zou je ze nu prima buiten kunnen zaaien, als je dat zou willen. Want ik heb gezien dat het in Nederland hartstikke goed weer is. Maar ja, ik heb dat al zo vaak gedaan, hier buiten gezaaid erwten. Maar die muizen hier, die eten ze uit de grond, dus ik ga ze weer voorzaaien. Misschien doe ik het nu in potjes of in die bak, dat weet ik nog niet. Nou, en het wordt heel mooi weer de komende 2 weken nog. Dus ze moeten af en toe nog wel een beetje water krijgen. Nou, en dan gaan we verder met de tuinbonen. Ik ga ze pakken. Ja, en hier in de bak staan de tuinbonen en de doperwtjes die ik voor de winter al heb gezaaid. Nou ja, staan er wel goed bij. De doperwtjes komen ook een beetje bij. En er komen al een beetje bloemetjes in die tuinbonen. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, deze zijn nog helemaal jong. En voor de tweede ronde. Zo. Nou, de tuinbonen die komen in dit vak. En ik heb net zoals bij de doperwten de grond
losgemaakt. Goed losgemaakt met mijn grillinetten. En daarna nog een beetje de bovenlaag losgemaakt. En het compost eroverheen. En ik heb 3 geulen gemaakt. 3 geultjes. Want dat zijn de rijtjes waarop ik de tuinbonen ga uitplanten. Er zit 75 centimeter tussen elk rijtje. En ik denk dat ik er met dit precies goed uitkom. Want ze moeten 10 centimeter uit elkaar. Het gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Alleen nu niet een kluitje. Ik doe ze nu 1 voor 1. Ga ik ze uitplanten. Dus hier op een rijtje, op dat rijtje en op dat rijtje. Nou, dan gaan we beginnen. Dus even voorzichtig eruit zien te krijgen. Ze hebben waarschijnlijk al hele mooie wortels. Ja, prachtig. Prachtig. Ze hebben ook al 2 nachten buiten gestaan. Het is hier helemaal niet koud. En dan zijn ze al een beetje aan de buitentemperatuur gewend. En ze voelen al wat steviger aan dan een paar dagen geleden. Zo, de laatste zit erin. En misschien zie je het al, er staan er niet 1 op elke 10 centimeter, maar er staan er 2 op elke 10 centimeter. Want ik kwam erachter dat ik nog zoveel over had. En al weet ik dat de Fransen vaak 3 bonen bij elkaar doen. En ik dacht, dat heb ik vorig jaar eigenlijk ook gedaan in die bak. Waarom zet ik geen 2 bij elkaar? En er zitten ook een paar lange bij, die hebben in het midden van de bak gezeten. En wat ik dan ga doen, die ga ik dan toppen. Die lopen dan van onderaf weer uit. Dus ik zie wel wat het wordt. De tuinbonen zijn klaar. Ik ga ze natuurlijk nog even water geven, dat moet sowieso. En dan leg ik je nog even iets uit over hoe je je grond moet voorbereiden voor het komend tuinseizoen. Ik ga even de gieter halen. En daarna gaan we het over de grond voorbereiden hebben. Die hebben genoeg water. Want dit stuk is het eerste stuk wat ik eigenlijk heb voorbereid voor het nieuwe tuinseizoen. En waarom? Omdat dat een vroege groente is die er vroeg in gaat, of je nou plant of gaat zaaien. Dat is voor de tuinbonen en voor de dopperken, die zijn altijd vroeg. Dan moet je je grond op tijd in orde hebben. Ik heb natuurlijk al die vakken hier. En in al die vakken komen verschillende groenten. Nou heb ik vorig jaar bedacht dat ik misschien de groenten door elkaar ging zetten. Maar dat geeft weer een probleem. Want sommige groenten hebben heel veel mest nodig. En andere hebben juist heel weinig mest nodig. Ik neem even de groepen met je door. Bijvoorbeeld... kolen hebben heel veel mest nodig, hebben echt veel voeding nodig en bladgroenten veel minder. Spinazie misschien iets meer, maar met bladgroenten en wortelgroenten, behalve de aardappels en de knolselderij, die hebben heel weinig mest nodig in de grond. Dus als je dat door elkaar gaat zetten, daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Ik heb mijn planning voor mijn vakken ook nog niet helemaal klaar. Maar mijn kolen ga ik toch weer in 1 vak zetten. Waarom? Omdat die juist ontzettend veel mest nodig hebben. Dat is het vak wat ik hier heb gedaan. En dat heb ik helemaal omgewoeld. Daar heb ik stalmest op gedaan en compost op gedaan. En dat is straks klaar, omdat over een paar weken zijn de bloemkool en de spitskool zijn dan klaar om uit te planten. Dus dan is dat al klaar. Wat ik al zei, bladgroenten hebben niet heel veel mest nodig. Dan kom je eigenlijk een heel eind als je daar mooie, goede compost en wat koemestkorrels door doet. Wortelgroenten, idem dito, hebben niet heel veel mest nodig. Fruitgroenten, straks je paprika's, de aubergines, de meloenen, de komkommers, de tomaten, die hebben juist weer wel heel veel mest nodig. Dus je moet een planning maken waar je alles gaat zetten en daar moet je dan ook je grond op voorbereiden. Het belangrijkste voor alle grond is dat je hem van tevoren losmaakt.
Nou, ik doe dat dus met die grelinetten. Je kan spitten, je kan met een riek alles omdoen. Dat moet je zelf weten hoe je dat het liefste hebt. Maar overal waar je gaat planten of zaaien, moet de grond omgewerkt zijn. En qua mesten, ik zet het nog even op een rijtje. Kolen, goed bemesten. Goed veel compost. Wortelgroenten, met compost kom je een heel eind. Hoeft eigenlijk niet extra bemest worden. Bladgroenten, idem dito, behalve spinazie, die kan wel wat meer mest gebruiken. Dan even kijken, dan hebben we natuurlijk de peulvruchten. Hoeven niet bemest te worden. Want die hebben eigenlijk, die halen zelf stikstof uit de lucht. Ja, dat is heel knap. Die hoeven dus eigenlijk niet al te veel bemest te worden. En fruitgroenten, die moeten dus wel heel veel bemest worden. Nou ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En anders moet je het filmpje nog maar een keertje terugdraaien. Nou, dat even over de grond voorbereiden, bemesten. Je grond klaarmaken voor het zaaien en voor het planten. Dat is het belangrijkste wat je nu de komende weken kunt gaan doen. En verspenen. Nou, dat ga ik nu ook doen. Ik heb al wat gedaan, maar de sla moet nog en de aubergines moeten nog. Dus dat ga ik nu doen. Zo, nou, tijd om te verspenen. Ja, ik heb al wat gedaan. Ik heb de spitskool al gedaan en ik heb de bloemkool ook al gedaan. Dan gaan we nu verder met de sla. Nou, ik had er niet zo heel veel van de sla. Maar 10 is eigenlijk, ja, ik heb 10 bakjes klaargezet en volgens mij zijn het de 10 plantjes. Nou, hoe doe je dat? Kijk, ik haal ze altijd met de vork eruit. Kijk, en dan pak je ze bij de blaadjes, nooit bij de steeltjes. Zie, en er zit een mooi kluitje aan. En dat gaat in een potje. Ik heb de grond natuurlijk weer goed nat gemaakt. Zowel van het bakje als hier van het potje. En dan druk je het goed aan. Dit is een mooi plantje. Altijd heel voorzichtig. Worteltje. Gaatje maken. En dan de grond goed aandrukken. Nou, verspenen, dat doe je eigenlijk, ja, om het zaailing, zal ik maar zeggen, meer ruimte te geven. Waardoor ze beter gaan groeien. Als je alles in dat bakje laat zitten, dan blijft het klein. En dan gaat het niet extra groeien. En dat is natuurlijk wel de bedoeling. Nou, en als ze dan in een potje apart staan, dan gaan ze nog, worden ze beter, worden ze groter. En dan over een week of, ja, ik schat een week of 4, dan zijn ze wel zo goed dat we ze buiten in de grond kunnen uitplanten. Ja, verspenen, het is altijd wel een klusje. Mensen zien er vaak tegenop, maar ja, ik vind het wel leuk werk. Het is rustgevend. Je moet altijd wel oppassen dat je de wortels niet beschadigt. En nooit aan de steeltjes vastpakken. Altijd aan de blaadjes. Gaatje. Goed de grond aandrukken. Zodat de aarde contact maakt met de wortels. Dat ze niet in het luchtledige zweven. Nou, het is wel hoog tijd dat deze verspeend worden. Verspenen doe je meestal als ze zo 4 tot 6 blaadjes hebben. Nou, ik heb er precies 10. Dat is mooi. En nou heb ik de sla al voor de tweede keer gezaaid. En die is al heel mooi opgekomen. En dan over een paar weken ga ik die weer verspenen. Waarschijnlijk tegen de tijd dat deze buiten in de grond kunnen. En dan 4 weken later, dan ga ik die andere slaplantjes, als ze verspeend zijn, in de grond zetten. En dan heb je zo niet al je sla, 20 koppen tegelijk. Maar dan heb je gewoon weken achter elkaar een mooie oogst. Nou, zo is dat. En dan altijd nog een beetje water, alhoewel de grond goed nat is. Nou, en dan zet ik ze hier op de plank. Als de zon te fel is,
Dan haal ik ze even weg uit van het raam. En dan gaan we verder met de aubergines. Nou, aubergine die geef ik een wat grotere pot. Nou, er zijn er 6 die best wel heel mooi zijn. Dus weer precies hetzelfde. Een mooi kluitje. En van de aubergines die ik gezaaid heb, zijn er uiteindelijk toch 4 opgekomen. En van die Deno-methode zijn er eigenlijk maar 3 heel mooi geworden. Dus ja, die laat ik nog wat groter worden en dan ga ik ze in een potje zetten. Kijk, dit is wat je noemt nou echt een mooi plantje met mooi wortelstelsel. Dus dat heeft zich goed ontwikkeld en dat zal dan ook straks een hele mooie plant worden. Nou, dat is klaar. Uiteraard moet ik weer een beetje water geven. En dan kunnen ze hier verder. De warmte in de kast is prima, dus ik laat ze hier in de kast staan. En ja, als het heel koud wordt, dan moeten ze naar binnen. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Nou ja, daar staat nog van alles wat ik heb gezaaid. Rucola, sla, knolselderij, bloemen, phlox. Wat is dat? Broccoli en dille. Ja, en de bietjes van vorige week, die zijn ook al opgekomen. Ik krijg regelmatig hele leuke reacties van jullie. En dat vind ik ontzettend leuk. Heel veel dank daarvoor. En soms hebben jullie ook vragen. Nou, stel ze gerust. Als ik tijd heb, dan krijg je antwoord. Meestal lukt dat wel. En ja, en als je nog niet op mijn kanaal bent geabonneerd, dan kun je je nu abonneren. En als je het belletje aanklikt, dan krijg je bericht dat ik er volgende week weer ben. Want zeker elke zaterdag om 7 uur 's ochtends is er een nieuwe vlog van Ini's Moestuin. Nou jongens, ik geloof dat het heerlijk weer is in Nederland. Dus ook jullie kunnen lekker buiten aan de slag. Ja. Eerst de grond voorbereiden, al een beetje zaaien, al een beetje planten. Nou jongens, het is gewoon 1 groot plezier die moestuin. Ik zou zeggen, heel veel succes dit weekend en tot volgende week. Dag!